Oké, wij zijn vierde mais gaan we kijken. Michiel Bark of Katoelen, Michiel Bark of Katoelen. Eentje springt, de ander druk en dan is het aan de binnenkant, is het Erik Katoelen. Die pakt dan de kortste lijn en komt dan als eerste dat tweede stuk op. Michiel Bark die probeert er nog van alles om er voorbij te komen. Maar hij zit dan toch in het achterwiel. Katoelen 1. Bark op die tweede positie, Marcel Moes op 3 en dan Raymond van Oenen die op die vierde positie rijdt. En dan gaan we eens even kijken naar alle manjes bij elkaar optellen. Erik Katoelen of Michiel Bark. En dan gaan we eens even rekenen. Volgens mij op dit moment is nog steeds Erik Katoelen op 1, Michiel Bark op 2. Inderdaad, dan is het even rekenen. En als we goed gerekend hebben, gaat dan de overwinning vandaag naar de 750. Erik Katoelen.